Deze les gaat over de getallen tot 1000. We gaan deze nog eens inoefenen en beginnen op bladzijde 62 en we starten bij oefening 4. Schrijf elk cijfer op de juiste plaats in de tabel. Je ziet hier een getal 200. Wij moeten invullen 200. Hoeveel plakken zijn dat van 100? Hoeveel staven van 10 en hoeveel blokjes van 1? Bij 200 heb ik 2 plakken van 100. Dus mag je hier op deze plaats 2 invullen. Zo ga jij nu verder voor de rest van oefening 4. Ik overloop met jou ook nog even de andere oefeningen. Bij oefening 5 krijg ik een getal en moet ik zeggen hoeveel honderdtallen dit zijn. 500 zijn 5 honderdtallen. Bij de rechterkolom is het omgekeerd. 8 honderdtallen, dat is het getal 800. Je mag dus hier 800 invullen. Bij oefening 6 moeten we getallenassen verder aanvullen. We maken hierbij sprongen van 100, telkens naar de lange streepjes. Dus dit wordt dan 200, dit wordt dan juist 300 en zo gaan we verder. Bij de tweede getallenas maken we dezelfde sprongen, dus weer telkens. Van de grote streepjes is een sprong van 100. Dus jij moet weer kijken wat er op de stippenlijnen moet komen. Bij oefening 7 rangschikken we de honderdtallen van klein naar groot. Bij de tweede oefening van groot naar klein. We gaan nog verder met de volgende les. Hier staat het ook nog eens goed afgebeeld. We hebben het getal 236. In 236 zien we 200 tallen. 200 tallen of 200, dat zijn 2 plakken van 100. We zien hier 3 tientallen. 3 tientallen, dat is 30 of 3 staven van 10, zoals je hier ziet getekend. En dan hebben we nog 6 of 6 eenheden en dat zijn 6 losse blokjes. Lees nu samen met mij deze getallen luid op. 745. 538. 309. 610. 263. 486, 973, 117, 812 en 228. Dan gaan we naar oefening 2. Welke getallen worden hier voorgesteld? Tel de honderdtallen, tientallen en eenheden en vul de tabel in. Dit getal staat hier voorgesteld. Eerst gaan we tellen hoeveel plakken we hebben van 100. Dat zijn er... Juist, dat zijn er 4. Je mag hier de 4 invullen. Dan ga ik tellen hoeveel staven van 10 er zijn. Dat zijn er... Dat is er 1. Ik tel hier 1 staaf. Mag je hier de 1 invullen. Dan gaan we tellen hoeveel losse blokjes er zijn. Dat zijn er. En ik tel hier 2 losse blokjes. Dat zijn hier 2 losse blokjes. Nu zie je hier het getal 412 staan. Dan mag je zelf deze oefening verder invullen. Bij oefening 3 moeten we het getal invullen in de tabel.
Twee honderdtallen vul ik in bij de honderdtallen. Drie tientallen, ik vul de drie in bij de tientallen. En zeven eenheden, ik vul de zeven in bij de eenheden. Nu zie ik hier het getal staan, 237. Het getal schrijf ik hier nog eens een tweede keer op. Nu mag je zelf verder gaan met deze oefening. Bij oefening 4 moet je in elke rij, het monster kleuren met het grootste getal. Soms staan de getallen er al gewoon, soms staan ze zo genoteerd. Je kan dan best het getal er nog eens gewoon onder schrijven. En dan kan je gaan kijken welke de grootste is. Zo doe je dit voor elke rij van monstertjes. Dan de laatste oefening. Bij oefening 5 moet je de monsters verbinden met de juiste plaats op de getallenlijn. Je moet dit een beetje gokken, dus je kan dit niet exact zien. 755 bijvoorbeeld, dat zit tussen 700 en 800. Die kleine streepjes zitten juist in de helft. Dus is hier 750. 755 zit hier dan net voorbij ongeveer. Oké, dit was het voor vandaag. Veel succes!